meer op zetten. Ik wil gewoon veel meer hebben. Het snel. Dan heb ik toch al ons redstone nu verspeeld. Of gebruikt, zou ik het zo zeggen. En ik ga toch nodig hebben meer redstone voor andere machines. Dus. Ik vind het een goed idee. We gaan mijnen. Anders hebben we toch nog iets van 25 minuten. Dus een klein kwartiertje nog in de mijnen rondhangen. Hierbij. Het zal nog wat leuker doen. Naar beneden. Oh, wacht, nee, is die cut pickaxe. Die helemaal van obsidian. Ik heb speciaal die chest achtergelaten. En er zijn een aantal voetbalmensen te gaan mijnen. Wordt het toch nacht? Ik heb uiteraard gewoon geen toortsen. Bah, shit. Toch wel. Stairs. Oh crap. So, holy crapity. Die trouwens meenemen. Die lijkt me ook eigenlijk wel handig. Trouwens, hoe is die? 3,95, die heeft iets van 1000 nog gehad. En deze lijkt mij. Deze is nou al veel sterker. Dan als volgende. Neem ik mee. Klein beetje hout. Voor het geval dat. En het toortje. Ja. Mijn loadout is compleet. En ook ik zag de 3 mini-zombies wel. Zoals ik al zei, 3 mini-zombies. Oké, snel verder. Pickaxe. Ja, ik heb er een beetje doorgemind. Ik heb niet echt hier iets gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar redstone toen ik het heb gevonden. Redstone, ijzer, zus of zo. Ik dacht ook wel. Lijkt me ook op zich wel handig om mee te nemen. Alles een beetje goed oplichten. Oh wauw. Eén simpel blokje lood. Meekomen. Oh ja. Dit poeltje. Right. Blokken nodig. IJzeren pickaxe meenemen. Shit. Tot 8 FPS ineens.
Oké, mooi. Meer. Gewoon dat ze hem wegzetten. Indium oor. Redstone oor. IJzer. Nog meer redstone. Nog meer indium. Ga met je aluminum zelfs. Hashtag geluksdag. Oh wow. Breaks na een half jaar. Zucht. Dus jullie hadden een half jaar geleden al moeten breken. Ik wil eens een keertje gewoon mijnen. Ik heb al de hele tijd ook niet meer gedaan, mijnen. Oké. Dit is dan het enige wat ik niet mis van het mijnen. Dus wat? Screw it. I'm doing it! Hier ook blijkbaar. Call pitch blind. Natuurlijk achter pitch blind zit het goed meer. Waarom ook niet? Ik ben echt gewoon heel erg tijd om alles mee te nemen. Gewoon omdat ik het niet echt handig vind als we dingen moeten laten liggen. Ik hoor lava. Beste geluid dat er is, maar niet heus. En ik wil een bed hier om het optieven. Right. 138 cobble. Wat is dat poortje? Gewoon het poortje aan het opdichten. Oh, ijzer. Dit cadmium en kool. Wat voor hierbij? Indium. Ik ken echt het reactor craft, ik heb er nooit mee gewerkt eigenlijk. En ik weet dat ik uiteindelijk ga ik wel iets mee proberen. Maar. Weet je wat? Als jullie weten of reactor craft. Hoe dat ongeveer werkt. Laat me weten of het waard is om daarmee te gaan werken. Ik heb er nooit mee gewerkt. En ik wil het eigenlijk wel weten. Dus ik ga het sowieso op Nou ja, ik weet niet eens of Jochs kast complete. Nee, die heeft het niet erin zitten, heb ik me over gezegd. Maar dan ga ik kijken bij een andere modpack of zo die hem ook heeft. Dan ga ik het wel een keertje uittesten of zo. Als jullie vinden dat het de moeite niet waard is, dan ga ik het tenminste uittesten daarin. Als dat de moeite waard is, ga ik het uiteraard ook uittesten. Want ik wil wel gewoon
Wauw. Komt goed met geloof. Kwijzer. Een miniature red heart. Rode hart laat ik ook nog wel eens zien. Die hart er ook en het oranje. Oh! En we hebben een keeper hoofd. Een creeper om de hoek. Mooi. Taken out carefully. Kijk, paarden. Eigenlijk alleen maar onbelangrijke dingen. Oké. Okay. Crafting bench. Jewel apple. Oké. Okay. Empty canister. Maak je van aluminum. Of tin en bone, oké. Okay. Een necrotic bone kan je niet zelf maken, blijkbaar. Oké. Okay. Dat wilde ik zelf vergeten. We hebben wel genoeg diamonds voor dat dingetje. Het is alleen... Ja, wat kan ik ermee? Trouwens, dan doe ik die eigenlijk hierin. Die. Ik denk trouwens dat ik ook weer het beste kan nog afsluiten. Dus dit was het dan voor deze keer. Dat zal het lastje sowieso in de beschrijving. Trouwens. Oké, okay, 14,29. Nu is het een onhaarige beest. Oké. Okay. Werk eens mee, lijk. Werk eens mee, FPS moet ik eigenlijk zeggen. Oké. Okay. Eerst of trouwens die pik daar killen. Hehe. Jee, level 40. Nog sneller. Je merkt ook echt gewoon weer net iets sneller. Goed, dit was het dan voor deze keer. Het is dan voor laatste sowieso in de beschrijving. Ik kreeg dat heel erg pijn voor. Zoals ik al zei, ging dat pijnlijk worden. Was het eigenlijk wel zo. Maar ja. Shit. Dacht ik al. Mooi. Volgende keer waarschijnlijk al het hout weg. En ook die paar bomen. Die ook. Stil het eiland is dan leeg. Ook daar zal het gewoon echt op die dode bomen ga ik ook weghalen. Weet je wat, die dode bomen wordt gewoon zo laatst dat ik nu gewoon weggaan in deze aflevering. Ook die paar dikke bomen daar zijn weg en zo. Maar als dat buiten deze borders valt, alles buiten het eiland. Ja, dit hoort er ook nog allemaal bij, dus dat gaat ook nog allemaal weg. Wat daar in het water staat, gaat ook weg, trouwens. Ja, cool, dat mag gelijk. Maar goed, helemaal eerst van het topje van de boom. Waar is de plant hier trouwens? Oké. Okay. Oké, okay. Let's start.
Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden uiteraard. Wij kennen van een alarmpje in de toren. Fuck. Ik weet niet waar het alarm van is. Ik zou het ook nog niet eens willen weten. Dus naar beneden. Maar ja, ik hoop ook dat jullie de Tekkwal 2 serie die we nu hebben heel erg leuk vonden. Heel erg leuk. Tenminste ook al vinden gewoon dat... Ooit nou. Ik hoop gewoon niet dat er wat dingen in zitten waarvan jullie denken van... Goh. Dat is gewoon shit. Deze pickaxe. Nee, deze axe is gewoon allemaal shit. Het is gewoon het beste wat me uit is overkomen. Schat, ik heb er één keer een paar van die dingen. Maar goed. Beste kijkers, erg simpel. Tot de volgende keer.